groeierij, de kwekerij waar ook mensen groeien, is letterlijk dat je ook mensen ziet groeien hier. Dus mensen die dan een langere tijd thuis zitten of geen werk hebben, geen dagbesteding. En hier groeien ze dan eigenlijk op een eigen manier. Ik heb de groeierij opgericht omdat ik op een activiteitscentrum een dagbesteding deed. En ik volgde daar een groep jongeren met een lichtverstandelijke beperking. En ik merkte dat zij op in het activiteitscentrum heel veel ruzie met elkaar aan het maken waren. En toen dacht ik van, ik wil met ze naar buiten. En toen ben ik bij een boer terechtgekomen, een kweker. En toen we daar aan het werk waren, hadden we veel minder problemen met de groep zelf. De groep zat beter in zijn vel en wilde heel graag terug naar iedere keer weer naar die kweker. Want daar was het zo gezellig en leuk. En zo ben ik eigenlijk met de groeierij gestart. De mensen die hier een dagbesteding plek hebben, ja, die zie je gewoon groeien. En het is gezond voor iedereen om buiten te werken en dat merk je in hoe mensen zich gedragen hier. Dat betekent dat zij zelf waarschijnlijk het gevoel hebben dat ze nuttig zijn, dat ze aan het werk zijn. Dus dat ze hier komen 's morgens om ook aan het werk te gaan en dat ze 's middags met een voldaan gevoel naar huis gaan. Kleinschaligheid is in mijn ogen goed voor de mensen, omdat ze beter gezien worden, meer erkenning krijgen. Wij kunnen meer inspelen op de individuele vraag, dus wij kunnen veel beter maatwerk leveren dan een grote zorginstelling. Hier is het kleinschalig en bij eigenlijk alle zorgboerderijen is over het algemeen kleinschalig, veel aandacht. Vaste groep begeleiders altijd. Bij de grote zorgcentra, ja, het is maar hoe je ingeroosterd wordt. En als er iemand ziek is, dan komt er weer een ander. En bij ons is dat toch heel erg continu. Het is altijd dezelfde mensen zijn er, altijd dezelfde begeleiders, groepjes klein, dus het is ook heel vertrouwd. Dus als wij er niet meer zouden zijn, dan krijg je gewoon een verschraling van de zorg. Dus het is wel een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze een stukje familie is. Het is een uitgebreide, grote, warme familie waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze meedoen. Het is hun plekje. Ze doen heel erg mee in alles, in de tuin, maar ook met het eten. Ze zorgen zelf voor het corvée. Het is echt van hun.